de week van de alfabetisering. En dan denk je misschien, ja, analfabetisme, dat is lastig als je iets wilt lezen of iets wilt opschrijven. Ja, dat is heel lastig, maar analfabetisme is ook onhandig nu bijna alles digitaal is. Nou, gelukkig heeft Geke van Velzen van de Stichting Lezen en Schrijven daar een oplossing voor. Geke, goedemorgen. Goedemorgen. U bent straks om 10:00 te gast in het ROC Flevoland in Almere Buiten. Wat gaat u daar doen? Nou, daar lanceren we tijdens deze week van de alfabetisering een nieuwe lesmethode voor digitale vaardigheden. Want die week van de alfabetisering die staat eigenlijk helemaal in het teken van het aanpakken van laaggeletterdheid. Want er zijn in Nederland wel 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen. En daardoor ook wel veel met omgaan met de computer. Ja, en voor wie is dat? Nou ja, dat het over analfabetisme gaat. Maar wat denk ik wel belangrijk is om te bedenken is dat eigenlijk we natuurlijk niet zo heel veel analfabeten meer hebben in Nederland. Maar dat er wel heel veel mensen zijn die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Ja, precies. Om echt te begrijpen wat er staat. Precies. Ja, en dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja. Want je kunt natuurlijk prima een beetje kunnen lezen, maar toch niet goed snappen wat er van je gevraagd wordt als je online een formulier in moet vullen. Nee, dat is online. Nou ja, dat kan je natuurlijk ook al volgens mij hebben op een station, dat in de hele brei van informatie dat je het ook niet meer snapt. Maar dit gaat nu over digitaal. Dat wordt dus gepresenteerd op een ROC. Dan denk ik, nou, is dat daar nou nodig? Want ja, dat is toch een leeftijd, daar zou je verwachten. Ja, daar weten ze allemaal wel. Nederlands, ja. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar er zijn ontzettend veel mensen in Nederland die ook latere leeftijd nog beter willen leren lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. En het is natuurlijk zo dat heel veel wat je leest tegenwoordig online is. En dat je echt een beetje moet kunnen snappen hoe bijvoorbeeld een groepsapp werkt. En daar moet je natuurlijk ook nog iets op schrijven als je mee wilt doen. En dus als je bijvoorbeeld je kinderen in een voetbalteam zit en daar is een groepsapp van en daar komt een mailtje langs van nou, we spelen dan en dan daar. Wie neemt het keeperspullen mee? Ook als je moeite hebt met lezen en schrijven, is het natuurlijk heel belangrijk om ook met dat soort dingen mee te kunnen doen. En te durven daar ook een appje in te schrijven. Ja. Dus over dat soort dingen gaan deze vaardigheden. Ja, dat zit dus in dat nieuwe digitale lespakket. Maar voor welke leeftijdsgroep is dat bedoeld? Nou, dat is eigenlijk bedoeld voor volwassenen, dus 18 jaar en ouder. Mm-hmm. En het kan je verbazen hoeveel mensen er in Nederland ook op volwassen leeftijd nog een slag willen maken in hun basisvaardigheden. Maar waarom bent u dan straks op het ROC? Ja, u bent welkom hoor in Flevoland, maar waarom zit u dan straks op het ROC in Almere? Dat is toch het ROC in Almere heeft een hele grote afdeling, die heet Educatie en Inburgering, waar allerlei volwassenen aan de slag kunnen. Juist. Dat is een onderdeel van het ROC. Ja. Op die manier. En wat verwacht u ervan? Hoeveel mensen dit gaat helpen dan, dat lespakket? Dit lespakket is beschikbaar voor eigenlijk voor alle gemeenten in Nederland. En er zijn ontzettend veel organisaties, soms vanuit echt een professionele leersetting, zoals in een ROC. Maar er zijn ook allerlei vrijwillige situaties waarin je bijvoorbeeld met een getrainde vrijwilliger in een bibliotheek of in een buurthuis aan de slag kan met dit materiaal. Dus dit materiaal is beschikbaar voor alle organisaties die hier met een getrainde vrijwilliger aan de slag willen. Dus dat kunnen duizenden mensen zijn in Nederland die hier straks profijt van hebben. Ja, en wat is dat materiaal dan? Want het is vooral doen, lijkt mij. Nee, het materiaal bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Dus het is een lesboekje waarin je dus samen met een getrainde vrijwilliger kunt kijken hoe bijvoorbeeld je een foto op een taart moet plaatsen. Dan moet je iets snappen van een mappenstructuur. En waarmee je ook met een e-learning aan de slag kan. Dus het is zowel op een boekje als online dat je kunt oefenen. En er zijn nu 6 boekjes en 4 e-learnings beschikbaar. En er komen er straks nog 4 bij. Okay. En als je deze cursus hebt gehad, dan ben je natuurlijk helemaal digitaal vaardig. Maar kun je het ook weer beter lezen in een ouderwets boek van papier? Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat je lezen zowel in een boek doet als online. En daar is deze methode echt een toevoeging in. En er zijn al fantastische materialen. Dit is een aanvulling daarop. Maar wat hier anders aan is, zijn eigenlijk 2 dingen. Het eerste is dat het echt op een heel eenvoudig taalniveau geschreven is. En dus voor mensen die echt nog moeite hebben met lezen en schrijven of met de taal is het heel geschikt. En het tweede is dat het echt gemaakt is om met een getrainde vrijwilliger of een docent samen mee aan de slag te gaan. Dus het is niet iets waarin je in je eentje thuis mee kunt werken, maar het is echt bedoeld voor een leerzetting. Juist. Het is duidelijk. Dank voor het verhaal.